Gregor, hoe gaat het met je? Ja, gaat nu goed. Je zegt nu goed? Ja, een tijdje afwezig geweest. Afgelopen paar wedstrijden weer bijgezeten, gespeeld. Dus dan gaat het goed. En hoe is het met de nachtrust? Ja, gaat goed. Gaat goed, redelijk. Ik en mijn vrouw wisselen het goed af, dus gaat prima. Oké. Okay. Toch even naar jouw verblijf sinds augustus vorig jaar bij Adelaar. Ja. Tot nu toe zijn er bijna 34 wedstrijden gespeeld. Restant tegen PSV, volgt nog komende dinsdag. Ja. Als je dan kijkt naar jouw cijfers, 18 wedstrijden op het wedstrijdformulier. Ja. Waarvan 10 een volledige 90 minuten. En 12 wedstrijden gemist door een blessure. Ik neem aan dat je daar niet tevreden over kan zijn. Nee, natuurlijk niet. In het begin van het seizoen teken ik daar zeker niet voor. Maar ja, wat aan de andere kant, wat heel veel mensen vergeten, is dat ik anderhalf jaar niet heb gevoetbald. Ik reis elke dag 3 tot 4 uurtjes om te kunnen trainen. En dat hakt er gewoon op een gegeven moment gewoon in. En dat merk ik gewoon aan mijn lichaam. Overbelast, vele uren in de auto zitten, heen en weer rijden. En dat breekt hem soms op. Merk je dat ook aan je thuissituatie, dat dat daar ook invloed op heeft, wat je nou net aangeeft? Ja, af en toe wel, natuurlijk. Je bent na training ben je ongeveer 4 uur thuis. 4 uur, dan ben je kapot. Dan ga je eventjes liggen. Nu heb je nog de kleine erbij. Probeer nog eventjes door te slapen. En zo fit mogelijk te zijn voor de volgende dag. Wat wel heel opvallend is, in jouw geval dan, als jij niet meedoet en ADO verspeelt punten, dan zeggen ze altijd, ja, maar Breinburg was er niet bij. Is dat een compliment, indirect? Ja, weet ik niet. Want je weet ook niet als ik zou meespelen hoe het dan zou... Maar goed, jij bent wel een speler, een type speler die de balans bewaakt op het middenveld. Ja, dat klopt wel. Dat klopt wel. Tuurlijk, je ziet aan de andere kant wel als een compliment. Maar je weet nooit hoe het gaat. In de tweede helft kom ik erin tegen Dordrecht. Ja, we zijn bij 1-1 en alsnog verlies je. Dus kan ook de andere kant op. De laatste 3 wedstrijden, wat jij net aangeeft, Dordrecht, Helmond Sport en VVV. Ja. Heb je... Tegen Helmond Sport zeg maar het meeste minuten gemaakt, 81, ja. Tegen VVV 77. Ja, dus is dat ook voor jou een kwestie van weer opbouwen? Ja, is bewust. Als je zo kijkt, ben ik eigenlijk volgens mij zeven weken uit geweest. En we hadden echt veel wedstrijden, dus vrijdag, maandag. Ik heb een aantal wedstrijden gewist en ik wil gewoon nu echt gewoon goed opbouwen. Zodat ik gewoon de rest van de competitie gewoon kan uitspelen. En dat is ook gewoon mijn doelstelling. Ik wil geen blessures meer krijgen. Dat is niet fijn. Je wilt gewoon het liefst gewoon lekker voetballen. Hoe staan jullie erin als groep? Jullie hebben nu nog 3 volledige wedstrijden, nog 4 volledige wedstrijden en een restant. Ja. Is toch nog enigszins de focus gericht op die tweede plek? Of zeg je van nee, we kunnen ons beter op die nacompetitie gaan richten? Want daar is het en wordt het veel belangrijker. Ja, ik denk een beetje 50-50. Kijk, richt op de nacompetitie ook, lijkt me ook moeilijk. Want je weet niet tegen wie je speelt. Als je kijkt naar de Eredivisie, sommige ploegen moeten nog wedstrijden inhalen. We hebben nog een inhaalwedstrijd. Je moet nog tegen concurrenten spelen. De andere concurrenten spelen nog tegen elkaar. Dus de focus is gewoon beter te behouden op jezelf. Zorg dat jij gewoon zoveel mogelijk wedstrijden wint voor eventuele play-offs. Dat je gewoon een goede uitgangspositie hebt. Vrijdagavond na Jong AZ in Weidewormer op een kunstgrasveld. Ja. Dat is niet lekker, denk ik. Of heb je daar geen moeite mee? Nee, ik heb daar geen moeite mee. Het is gewoon een wedstrijd die we willen winnen. Ook al speel je voor twee supporters. Daar zijn we allemaal mee begonnen, zonder support te spelen. Dus waarom moet het eigenlijk nu in principe zo'n probleem zijn? Hoe lastig kan die wedstrijd worden? Want thuis wonnen jullie met maar één doelpunt verschil. Ja, als je kijkt naar AZ qua ploeg, zijn ze wel heel goed. Als je kijkt naar de accommodatie en zo, dan moet je niet veel van verwachten. Maar als ploeg zijn ze wel heel goed. Ze kunnen goed voetballen. Ik denk een goede hoofdcoach. Je hebt de eerste wedstrijd hebben dat kunnen meten, kunnen zien hoe goed ze zijn. Dus we moeten onze borst gewoon nat maken en klaar zijn voor de strijd. 3 punten pakken morgenavond en dan hopelijk komende dinsdag alsnog die 1-0 achterstand ombuigen in een overwinning. Ja, tuurlijk. Zoveel mogelijk punten pakken en dan zien we naar alle wedstrijden waar we staan in principe. Tot slot even naar iets anders. Een hoop contracten zijn opgezegd. Ja. Toen jij tekende destijds in augustus, ja. Toen tekende je tot het eind van het seizoen, waarbij de club een optie op je had. Die hebben ze niet gelicht. Verbaast je dat niet? Nee, het verbaast me niet, want de optie lag ook bij mijzelf. Het was niet alleen een optie bij de club, maar ook een optie wederzijds. Wederzijds. Dus zoals al eerder is aangegeven door Ricardo, het is gewoon even afwachten wat allemaal gaat gebeuren, ook van mij. Ik ben echt de club dankbaar dat ik hier heb kunnen spelen of nog steeds speel, voor de kans die ze me hebben geboden. Maar er moeten wel altijd dingen op een rijtje worden gezet voor eventueel verlenging of
überhaupt, ja, wat ze van plan zijn met mij. Als ik het mag geloven, gaat de club toch met jou om tafel? Heb je al iets gehoord in die richting? Nee, nog niet. Wat ik een beetje heb vernomen is dat ze gewoon wachten tot we na de competitie, dat we gewoon de focus houden op de competitie en eventuele play-offs. Je geeft net al aan ten aanzien van reistijden dat het toch wel zwaar is. Zou dat meegaan, of beter gezegd, gaat dat meespelen in jouw beslissing? Ja, tuurlijk. Zag ik jou een beetje beluisteren? Het is een beetje absurd als je vanaf het begin van het seizoen zo lang in de auto zit. Wanneer was ik hier? Ongeveer augustus. Precies. Ja, augustus tot en met nu rijd ik gewoon dagelijks 4 uurtjes om te komen trainen. Je hebt je auto al 3 keer weg moeten brengen voor een beurt. Ja, ik heb al 4 auto's gehad, APK erin. Ja, dus ja, het hoort eigenlijk niet zo te gaan, maar het is wat het is. De club was niet in goede staat financieel, dus ik heb het gewoon geaccepteerd. Ik heb een kans gekregen, daar ben ik heel dankbaar om. Ik moet nou ook niet gaan klagen, dus ik moet nou ook een man zijn en gewoon doorgaan. Het seizoen zo goed mogelijk afmaken. Maar als ik tussen de regels jou beluister, dan is de kans niet groot dat jouw komend seizoen bij ADO-Daag zit. Gezien de problemen, tussen aanhalingstekens, die net aan. Nee, de kans is gewoon aanwezig. Laat me daar duidelijk op zijn. De kans is gewoon aanwezig. Ik wacht gewoon op gesprekken. En dan tot dien doe ik gewoon mijn best. Jamal, yes. Tot voor kort basisspeler. De laatste weken niet meer. Hoe zwaar is het gevallen? Ik was geschorst. En tegen Venlo hebben ze 5-0 gewonnen, dus dan wissel je niet zo snel. Dus tegen Helmond begon ik vanaf de bank. Ja, nu is ook weer een nieuwe week, dus weer nieuwe kansen. En we gaan het zien, ja. Wat dat betreft heb je natuurlijk, als je naar je statistieken kijkt, gewoon tot nu toe een goed seizoen gedraaid. Ja. Heel veel basisplaatsen. Ja. Met name dan je rol rechtsachter of op middenveld. Even ten aanzien van je rol, wat leg jij het beste? Centraal sta ik het beste. Rechtsback is niet per se mijn positie, maar daar kwamen we tekort. En probeerde ik met mijn beste beentje dat over te nemen. Wat ik eerlijk gezegd ook bij moet zeggen dat ik mezelf ook daar ten onder doe persoonlijk. Maar voor het team heb ik dat wel gewoon voor over. En centraal kom ik toch wel het beste uit. Toch even verder naar de competitie. Nog 4 volledige wedstrijden en de restant. Ja. Wat voor mogelijkheden heeft de ADO-Daag nog richting die tweede plaats, denk jij? Niks is onmogelijk. Zo sta ik er altijd in. Dit is ook een hele gekke competitie. Dus wie weet halen we de tweede positie nog. Maar het belangrijkste nu is gewoon om in een goede vorm te komen. Mochten we de play-offs ingaan. Gewoon in een goede vorm verkeren. En dat is waar we ons op moeten focussen. Een week of 2 geleden werd bekend ten aanzien van de contracten die werden opgezegd. Ja. Dan had je natuurlijk een aflopend contract. Maar het feit dat ze, zoals ik nu weet, niet met jou verder willen, heeft dat jou verbaasd? Gezien het feit dat je toch heel veel wedstrijden op het wedstrijdformulier hebt gestaan. Ja, ik heb voor die tijd had ik maar 1 wedstrijd gemist. Dat was tegen Graafschap, kleine blessure. Voor de rest speelde ik alles vanuit de basis. En toen kwam dat nieuws en ik zag het niet aankomen, maar... En dat hoor je dan van de trainer? Ja, hoor ik. Dat is ook op zich al heel uniek, zeg maar. Ja, klopt. Is uniek. Maar ze hebben geen technisch directeur, dus het kwam vanuit de trainer. En ik was er gewoon verbaasd over uiteindelijk, maar... Ja, je moet door. Heb je sinds die tijd geen signalen gehad van we willen toch nog een keer met je praten? Of totaal niet? Nee. Dat heb ik niet gehad. En daar zit ik ook niet op te wachten. Ik ga gewoon door. We zijn bezig met de missie. En daar focus ik nog op. Dus jouw missie is mede niet alleen sportief, maar ook sportief in de zin van ik wil met de kijker spelen, wellicht dat een andere club mij oppikt. Onder andere. Dat moet, ik ga ervan uit dat het wel goed komt. Zijn er al contacten? Op dit moment heb ik geen contacten. Voor zover ik weet heb ik geen contacten. Moet jouw zaak aannemen dan? Daarom. En ik bemoei me daar niet mee. Dus, Maar waar hoop je op? Ja, ik hoop op het mooiste. Gewoon een warme club. Een club die een plan met mij heeft en die mij waardeert. Morgenavond, vrijdagavond, naar Jong AZ. Ja. Moeilijke tegenstander. Zeker. Het is een van de betere voetballende ploegen bij Jong, zeg maar. Wat verwacht jij? Dat ze inderdaad gewoon de ronde uit willen voetballen. En het zijn gewoon jonge talenten. Gewoon gretig. En ze kunnen goed voetballen. Dus ik ga ervan uit dat ze dat gaan doen eigenlijk. 3 punten meenemen en dan komende dinsdag even die achterstand ombuigen in de voorsprong. Dan kan ADO binnen 4 dagen 6 punten pakken. Daar gaan we voor, toch?